Maar, een gazet op straat, hè. Zeer durend wie verloor. Huh? Mocht dat er hier zeg? Dat er wel een zotte aankondiging. Daar moet ik een keer met Annemieke en Rozemieke over gaan babbelen. Beuventjes, luister een keer wat er hier staat. De bekende zeepfabriek Rijn en Fijn richt een grote prijskamp in. Zij vraagt iemand die zich gedurende 3 maanden niet wil wassen, om daarna te kunnen bewijzen hoe goed haar zeep is. Eenmaal wassen, al het zwart eraf. 3 maanden, zo zijn geen brood of veel. En wil je heet dat doen, jommeke? Nee, Annemieke, maar ook pijden als choco. Wat is choco? Nee, wij, die kreeg alle dagen zijn bad met parfumzeepen. Pijden ze er niet aan. Sommige, maar dat daar natuurlijk voor Philip Berkie, die net al benauwd van zeep en water. Verdruid jij, kom, we zoeken hem op. Maar nu een keer, jij hebt benauwd met van water, staat er in de volle kuppen. Hallo, ik speel een vuurtoren in de zee. Maar jij hebt toch goed beschermd in het water, hè? Dit een warme jubbybot. Zeg Philip Berkie, hier was je niet her, nee? Nee, ik zou een opstand, karwietje. En dat, brrr, gaat iedere dag. Ik zie ervan zijn voor je 3 maanden niet meer te moeten wassen. 3 maanden niet wassen? Helemaal, maar dat zou je eerst zijn. Wel, Philip Berkie, jouw drum gaat in vervulling. Ik? Het is hij dat mij niet meer moet wassen? Ik vrees juist te verstaan, hier, lees dat bericht. Die zeepfabriek is ontwikkeld dat hij niet meer wast. En als beloning ga je uitgeroepen zijn tot zeepkoning en krijg je een grote cadeau. Katoenen, hoera, ik ben de heleste jongen van heel de wereld. Nou, de zeepfabriek, die meest nog content zijn we met hier, Philip Berkie. Meneer de directeur, er is een 2 voor u in een prijskamp. Dat is Philip Berkie, meneer. En pak de uitdaging aan. Je gaat hem 3 maanden niet wassen. Proficiat, hier zit een vrije jongen, hè? Wanneer gaan we starten? Vandaag! Ik heb me vandaag in het woord niet gewassen. Die zijn tegen mijn moeder bij. Nee, nee, ze rust van de berkie. Maar, we gaan wel een controleur achter je aansturen. En moet in de motto dat je niet zo wassen in een duk. Oh, maar maakt het zo over, maar geen zorgen. Dan kan ik gemakkelijk 3 maanden vullen en nog veel langer wok. Ja, dat doen we er wel. En jullie gaan controleren meer zelfs. Want ervoor zorgen dat Philip Berkie geen kaas kreeg van hem te wassen. En dat er geen druppel water op hem komt. Uitstekend. Over 3 maanden verhaal kijk je er hier weer in. Hoe zwart? Philip Berkie, nu mag geen voet meer van je weten. Ik had het vragen of hij voor 3 maanden bij ons mee komt in. En ik vraag me af hoe dat allemaal gaat aflopen. Moeder, maar ik zal maar 3 maanden bij ons komen. Ja, zeker. Ik kan mee letten op je. Vooral in de motten dat naar molle dagen wast. Wat je te veel keer overslaan, ben je een hele geschrek van water. Sappeluut, ja ja. Ik ga er op letten op het uit. Mama terug, water, sommeke. Heerlijk, zeg. Kom, sommeke. We gaan de put graven. Ja, toen begint je zeer zwart te komen. Door een flup. Ik kom me mee op Philip Berkie letten. Annemieke en Rozemieke hebben ons verteld. Haha, Philip Berkie, hoe gaat iedereen zien achter 3 maanden? Philip Berkie, jommeke, fretten! Philip Berkie, waarom kom je niet aan tafel? Eerst u aan mijn eto te wassen. Ja, loop door, eto. We komen zeer een keer in de badkamer binnen. Goed. Philip Berkie, ik sloop zeer naar het kelder en ik ga de wufkraan aan toedraaien. Toen is er geen water. Oh, slim, jommeke. Niks. Fim. Moeder, er is geen water. Geen water? Het tracht me wel wist te maken, niet? Verdrooid, ja, het is afgesloten. Zit hier verzeerd door staan de leden te werken. Nou, weer een keer moet je zo aan tafel. Maar morgen nog een kostje te bekennen. Oh, gasten, we gaan mijn nep letten.